De tijdelijke vaccinatielocaties in Noord-Limburg zijn verlengd. De afgelopen weken maakten veel inwoners gebruik van deze priklocaties. Ja, vanwege het, zou bijna willen zeggen, het enorme succes. We hebben gezien dat toen we begonnen met vaccineren, de eerste ronde die we maakten, dat de aantallen rond de 50 per dag lagen. Inmiddels komen er enkele honderden mensen per dag naar de locatie toe. In het aantal positieve coronabesmettingen zit nu een kleine stijging. Maar wat de precieze reden is dat mensen voor een prik komen, is moeilijk te zeggen. Op het moment dat ik op vakantie ga, kan liggen aan het feit dat de overheid een brief weer heeft verstuurd van ga uw herhaalprik toch halen aan de mensen, aan de 60-plussers. Dus er zijn verschillende redenen zouden daarvoor voor kunnen zijn. Op priklocaties zoals in Horst, Panningen en Reuver komen steeds meer mensen een vaccinatie aan. Voor alle locaties geldt dat, zien we echt een enorm stijgende lijn in de aantallen mensen die komen voor hun COVID-vaccinatie. In het Gasthuis in Horst zit een van deze vaccinatielocaties. Ik woon in Leneveen en ik heb die andere spuiten heb ik allemaal in Venray, in Oostrum gehaald. En ook kreeg ik de melding dat ik me hier moest melden. Nou, heb ik dat gewoon gedaan. Het belang van het nemen van een vaccinatie blijft prioriteit bij veel mensen. Iedereen doet mee, dus ik ook. En ik heb nog steeds nergens last gehad van het hele corona gebeuren niet. Ja, dat probeer maar zo lang mogelijk. Probeer tegen te gaan, maar hoe lukt dat weet ik niet. Je bent zo besmettig en nee, en die krijg je het wel en de andere krijg je het niet. Het is allemaal goed gegaan, het zit er gelijk aan en het zit er gelijk in, dus dat zal goed zijn.